as future leaders of this country, you must continue to promote the principle of relentless freedom and democracy. It's really cool seeing this exciting new technology kind of bring this piece of art to life. It is a highly individual 15-minute experience through this imaginary space. De dokter zegt dat bij absence je soms even weg bent. Alsof iemand zomaar een stukje uit je dag knipt. Ja, en we hebben weer twee winnaars. Namelijk Maartje Nevian en Nicky Smit voor hun VR-installatie In My Absence. Van harte gefeliciteerd. Ze zijn bij ons op de Zoom. En het interessante is natuurlijk dat het een onderdeel is van een multimediaal project, waarbij een documentaire een rol speelde, allerlei seminars, samenwerking met wetenschappers, kunstenaars. Even eerst Maartje, wat was voor jou de reden om daar ook een VR-installatie in op te nemen in dat hele pakket? Maartje staat mute. I'm mute, yes. Nou, dat heeft heel erg te maken met Monobanda, de club van Nicky, die VR ziet als een lichamelijk medium. Dus meestal wordt het gezien als een empathische machine, een empathiemachine. Maar zij zeggen nee, het is juist heel goed om een lichamelijke ervaring te simuleren in een ander lijf. En dat was in dit geval, het was een groot onderzoek naar absence-epilepsie, wat vooral bij kinderen en jongeren voorkomt. En we wilden dat ook echt mensen die ervaring geven, zowel in de film, dat het niet ging over de ervaring, maar dat we echt onderzochten wat is de ervaring. Dus, en daarvoor was VR is natuurlijk een van de meest fantastische middelen nu. Nicky, is dat echt iets nieuws, die lichamelijke ervaring tot deel van een VR-experience maken? Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik denk dat het vooral is, virtual reality is een vrij nieuw medium. En dat zijn we met z'n allen nog aan het ontdekken. Dus op het moment in virtual reality land is het echt het wilde westen. Als je iets nieuws probeert, ben je waarschijnlijk de eerste ter wereld die dat probeert. En waar virtual reality makers op het moment steeds meer achterkomen, vooral in de experimentele hoek, is die hele fysieke impact, dat embodiment gevoel, dat je daar heel veel mee kan doen. Dus waar andere VR-makers het vooral gebruiken als een extensie van film of een extensie van games, vonden wij het heel interessant om juist dieper te duiken in, hey, we kunnen hier een nieuw soort lichaamstaal mee ontwikkelen. Want net zoals met bijvoorbeeld architectuur, als je iets heel smal maakt, dan voelt dat benauwender. Dus waar je normaal een soort van close-up zou doen die een bepaalde impact heeft, kunnen wij een hele kleine ruimte genereren of een plafond omlaag halen. Of je het gevoel geven dat je gaat verdrinken. Dus dat zijn allemaal van die hele sensorische ervaringen die ontzettend goed passen bij de verschijnselen van absence-epilepsie, wat een ontzettend, bijna onbeschrijfelijk sensorische ervaring is, waar ik natuurlijk ook niks van af wist. En waar Maartje en haar acteurs zo dapper geweest zijn om zich open te stellen en ons daarin toe te laten. Het waren geen acteurs hoor, het waren geen acteurs, het waren echt min. Ja. Ja. Dit even te zijn. Maar zij waren jullie belangrijkste informanten om mede vorm te geven wat er dan ervaren kan worden via die VR? Ja, want er is geen taal voor. Dus wetenschappelijk wordt gezegd dat er geen bewustzijn is. Eigenlijk is het een onderzoek naar bewustzijn, zou je kunnen zeggen. Want we zijn nog allemaal aan het begin daarvan. Dat heeft heel lang niet mogen plaatsvinden. Het was de hard problem of science. En wij wouden via die absences kijken. Maar hoezo is daar geen bewustzijn? Als er allerlei ervaringen in zijn, dan is er toch wel een degelijk een soort bewustzijn in het lichaam, bijvoorbeeld. Of in de fantasie, in de verbeelding. En dat hebben we vooral onderzocht. Wat is de taal? Kunnen we een taal vinden, visueel, auditief, die ervaring in ieder geval
een soort recht tot bestaan geeft. En daarvoor hebben we jaren onderzoek gedaan. En hebben we allerlei kinderen aan persoonlijke kunstenaars gekoppeld. Om uit te vinden, wat zien jullie nou, wat horen jullie nou, hoe voelt het nou? En daar zijn wij, zeg maar, filmmakers en VR-makers vervolgens mee aan de gang gegaan. Om te kijken, uit al die ervaringen, al die kinderen en jongeren die we hebben gemapt, zoals wij dat noemen, in kaart gebracht. Wat voor variabelen zijn er nog, zijn er nou, en kunnen we dat maken in VR? En Nicky, heb jij het idee dat we met de VR eigenlijk het te beperkt gebruiken, zou je kunnen zeggen? Dat daar echt meer te halen valt? Ja, nogmaals, het is een nieuw medium, dus we staan echt aan het begin. En wat ik heel interessant vind, en wat ook dit project met Maartje nieuwe deuren voor mij in heeft geopend, is juist dus die samenwerking heel erg op het grensvlak zitten. Niet alleen in de kunst, maar ook met film erbij, maar juist heel belangrijk, ook met psychologie erbij. Ook met wetenschap erbij. Ook met therapie erbij. En dat zijn dat soort dingen waar je ziet dat, in therapie en in hoe wij de wereld zien, valt ontzettend veel te doen en ontzettend veel positieve impact te bereiken voor een medium als VR. En dat begint nu langzaam op gang te komen weer. Maartje, nog een laatste vraag aan jou. Want toen ik jou leerde kennen, dat is lang geleden, toen was je eigenlijk voor mij een van de eerste die gebruik maakte van multimediale projecten en van social media. Heb je het idee dat daar ook veel meer nog te halen valt dan wat we daar nu mee doen? Nou, wat ik wel zie is dat steeds meer mensen... Kijk, documentaire maken, je doet vaak heel lang research. En het is bijna zonde om het alleen maar in een film te doen. Dus wat ik zie, ik zit ook bij het Filmfonds in de Immersive Interactive Commissie. We krijgen zoveel aanvragen, steeds meer. Dus ik zie dat steeds meer jonge makers allerlei middelen gebruiken om hun verhaal te vertellen. En je zou ook kunnen zeggen, je doet een heleboel research en je deelt het op in stukjes je verhaal. Dus een stuk vertel je in de film, maar een stuk kan je ook in VR vertellen, of in een podcast, of in een social media campagne. Je kan van alles gebruiken. En dat wordt wel echt steeds meer gedaan. Heel interessant hoor, vind ik. En niet alleen in Nederland, maar dat zie je ook in het buitenland. Je ziet steeds in de Rato, de filmmaker, die heeft natuurlijk een gigantisch werk vorig jaar ook neergezet in het Holland Festival. Een VR-werk. Dus je ziet steeds meer filmmakers die ermee werken. Maar ook Anish Kapoor, die bij ons in de film zat, is nu ook bezig weer met VR maken. Dus je ziet dat er allemaal crossovers zijn tussen technologie en film en kunst en wetenschap. Oké, dankjewel Maartje en Nicky. Het was nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Superleuk dat het bij de Directors Guild ook is, VR. Ja. Heel erg tof. Volgens mij ook terecht. Het is de toekomst waar we het over hebben, denk ik. Oké, hartelijk dank en we gaan over naar een... Tot ziens.